Ja? Ja. Knol Power. Hallo dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag was het echt super slecht weer buiten. Veel wind. Jullie kennen het. De ene storm naar de andere storm de laatste tijd. Dus ben ik hier in een super grote trampolinepark, turnhal, hoe je het wil noemen. En wat ik hier vandaag allemaal heb gedaan is super sick. Ga er lekker voor zitten, geniet ervan. Vergeet het blauwe duimpje omhoog niet te doen. Er zijn echt hele, hele, hele vette dingen gedaan hier vandaag. Dus geniet ervan. Komt-ie. Heb je hem? Ah, gaas, je liet hem weer uit je mond vallen. Ik heb hem. Ah, wat zijn jullie aan het doen? Ja, super. Oké, ze gaan het laten zien, ja? Daar komt u. Wat jullie nu gaan doen, gaan wij straks ook proberen, ja? Met z'n tweeën. Oké, daar komt hij, dames en heren. Daniel, goed opletten, goed opletten. Oké. Daar komt hij hoor. Hoppakee. Oké, dit kunnen wij ook, Daniel. Dit kunnen wij ook. Tot zover kunnen we nog. En nu? Wat gaan jullie nu doen? Oh mijn god, ja, dit kunnen we ook nog. Dit kunnen we ook nog. Dat geloof je hierin? Ja. Oké. En dan nu? Op zijn schouders toch? Nee, ja. Ja, nu moet ze op zijn schouders. Oh mijn god! Oké, nu gaan Daniel en ik. Let's go. Oké, komt hij op? Ja, oh no! Domme. Oh, hoe zwaar is deze vis, man? Oké, 3, 2, 1. Ik ben allemaal jou. Ja. Dit lukt wel. Oké, nu moet ik gaan staan. Ja, nee, hoor. Ja, maar laag blijven met je schouders. Oké, 3, 2, 1. We kunnen het wel, we kunnen het wel. Oh, kom op. Oh, lucht uit je longen. 3. 2, 1, 1. Ja, oké. Ik ben ook niet heel licht hoor. Nou, het scheelt wel een hoop, denk ik hoor. Dat is ook niet. Ja. Oké, 3, 2, ja, daar. 1. Oh ja. 5. Ja. 2, 1. Ja? Ja. Die zo springen. 3, 2, 1. Ja. Oh, nice. Maar nu moet ik naar je schouders, hè? Ja. Je super kut. Ja, ik ga erbij staan. Daar ging nog mijn best achter je. Oké. Oké, 3, 2, 1. Waarom want ik zo'n vangers? Het is geen zonder sokken. Hé, dat moeten we vaak oefenen. Dat is te moeilijk. Dit gaat wel lukken. Maar het was wel een goed begin. Ja, oké, dat gaat de mensen. Dat gaat wel. 2, 1. Oh. Yes! Balans. Ja, wat een balans. Dit is power. En nu ga ik je zomaar op 1 ga ik je meeveren. Dus ik ga zo en dan veer ik naar omhoog. Oké, okay, dan mag je maar meespringen. Ja. Nee. Oké. 2, 1. Oh! 2, 1. Oh! Wat? 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 En nu? Met backflip! Moet ik nog een backflip naar achter? Ja. En dan hebben we hem helemaal. Oh shit. Ja? Jeetje. Ja, dat zou ik wel durven. 1, 2, 1. Oh! Ik wilde hem doen! Ik wilde hem doen! Oh shit! Die had wel gekund hoor. Sowieso, die backflip heb ik nog helemaal niet gedaan. Hè. Dus ik moet hem even niet... Hij gaat in de eerste keer goed. Ja, hij gaat in de eerste keer goed. Meteen. Maar je moet hem wel net iets langer staan. Hoor. Ja, hij moet even staan. Kijk, kijk! Safe! Die zit er sowieso in, dus dat komt helemaal goed. Ja, en je hebt ook nog een extra hoogte hier. En nu met de ADB's hoor. Gast, ik vind het wel spannend, hè? Ja, dit is ook wel spannend. 2, 1. Oh. Net niet. Oh. Net niet. Echt net niet. Hij is wel pittig. Ik krijg hier gewoon zweetanden van. Maar als ik eenmaal op zijn schouders sta, en ook al sta ik zeg maar op jouw schouders, en heb je het gevoel dat ik naar achter ga, dan ga ik gewoon die backflip inzetten. Want het maakt niet uit, ik hoef niet per se stil te staan. Ik kan ook gewoon staan en dan meteen doen. Ja. Jongens, dan is het ook al gedaan. Binnenkort komt het circus van Knolvenia. En wat we na proberen te doen is deze video. En daar doen ze het allemaal achter elkaar. Super sick.
say she wanna dance, but she don't know how to move. I'm iced out, ooh, looking like a star, ooh. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties, ooh. I'm Steph Curry, when I hit the three, I hit the woo. Kom op. Twee. Deze ja? Ja? Oh, net niet! Je had wel een full flip kunnen doen, hè? Ja, ik viel naar voren in plaats van naar achter. Maar dat begin gaat echt wel soepel. Maar moet je eerst even gewoon stabiel staan en daarna... Ja, en dan kan je goed afzetten. Nee. Is het zwaar voor je? Valt mee, alleen die laatste. Ja? Ja, maar verder valt het mee. Oké, ik vind echt dat we het sick kan, hoor. Ja. Kom op. Kijk, als je nou heel vaak met iemand in de gym bent of heel vaak met iemand freerunt of trucjes doet, dan ben je een beetje op elkaar ingespeeld. Maar dan denk ik, doe nooit dit soort dingen samen. Dus ik vind echt dat we het heel goed doen. Volgens mij oefenen jullie stiekem met z'n tweeën gewoon elke dag. Nou, als wij die indruk geven, doen we het goed. Ja, dat doen we ook. Stiekem. Alleen zonder camera's. Ja. Oké, nu ga ik proberen die backflip te doen. Ja. Ja. Ik zag het niet. Ik alleen dat ding. Holy shit, wat gebeurde er? Het was zo'n stukje met mijn gezicht op de grond. Joh, ik dacht echt dat je zo weggleed en vol op je nek zat. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik deed het wel, toch? Wat we nu eventjes gaan oefenen, ik denk dat dat wel belangrijk is om deze truc te laten slagen. Dan ga ik op de schouders van Dante staan en dan ga ik even een backflip daar vanaf doen. Wat ik nu best wel eng vind, zo net niet, want dan denk je er niet over na, maar nu heb ik gezien hoe het ook zeg maar kan gaan. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Er wordt een matje bijgehaald. Dat is wel veiliger. We gaan het gewoon proberen, we gaan dit doen, mensen. Zeg maar zo via hier zo omhoog. Ja, juist. Ja, zo lang. Oké, dan sta ik zo. Ja. En dan doe ik hem nu. Ja? Ja. Ja. Veel beter. Ik sta gewoon jongens. Dames en heren, daar komt hij. De lang geoefende truc. 10 minuten of zo. Let's go. 3, 2, 1. Ja. Ja, ja, lekker, dit gaat helemaal goed. Ja? Ja. Oké, jongens. Volgende stap is weer op mijn schouders landen. Oh, op zijn schouders omhoog. Ja, dat moment. Dat is... Oh man. Maar het is gelukt. Weet je wat ik eigenlijk nog één keer wil proberen? Ik wil het één keer proberen zonder mensen omheen. Gewoon even één keer gewoon... Okay, maar dan... Ik heb het gevoel dat wij dit kunnen. Maar dan moet jij alleen die salto doen als je echt in balans staat. Anders moet je geen salto doen. Nee. Ja? Nee. Ja, maar hebben we een deal? Ja, we hebben een deal. Focus. Ik stond te veel met mijn tenen op de schouders. Ik vind dat het nog wel een beetje moet. Je landt iets te ver naar achter. Ja, ik moet verder naar voren landen. Ja. Dat is het. Maar we kunnen het wel. Gast, maar dit was precies genoeg kracht. Klopt. Yes! Ik zag hem ook helemaal niet induiken, zeg maar. Nee, dit was heel smooth. Dit was nice. We nemen heel even pauze. We komen zo terug. Oké, dames en heren. We zijn weer terug. We gaan het doen nu. Let's go. Ja, smooth. Oh, ja, 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 ja! Ja! Gast! Oh my god! We hadden hem! Gewoon helemaal perfect! Ik bleef staan, het was echt een beetje zo'n moment van oh! En ik stond en zelfs de backflip eraf was gewoon formidabel. Oh, moet je hartslag voelen. Ze is formidabel. Toen jij sprook, zei ik echt van, oh, alsjeblieft. Ja, hij was wel sketchy, maar je had hem wel, man. We zijn klaar. Lekker. Dit is hem. Wat zijn we aan het doen? Een oefening. Doe hem even één keer voor. Ik kan nog niet helemaal goed, maar gewoon een beetje. Oké. Jongens. Wat ga je doen? Je gaat er met je hoofd zo hier tussen en dan ga je in de handstand staan. En dan moet je met je benen naar beneden zakken en dan pak je naar je benen. Dan moet je jezelf terug proberen omhoog te krijgen. Oké. Okay. Vanuit je hielen. Oké, dus handstand en dan zo ver mogelijk naar beneden. Ja, dan gaat het erom dat hij hier gestrekt blijft. Dus daar mag geen hoek in komen. Dat moet één lijn blijven. En nou moet hij dus weer omhoog vanuit zijn hielen. Ga je nog iets doen, Dante? Of, Ja, ik doe mijn best. Beetje jammer. Dus.
Ja, dat ga ik ineens proberen. Ik ook niet, als hij niet kan, dan moet je dat ga jij wel proberen. Als Dante die goed kan, dan... Maar kijk, je hoeft het niet per se te doen, maar je moet gewoon je best ervoor doen als het zwaar genoeg. Dat heb ik ook. Een poging toch. Nou, Jendor gaat eerst even. Ik ga het wel. Ik ga het complimentje op de trui. Nou, nu mogen. Beetje jammer van die tenen. Ja. Ik hoor hem al lachen. Ik hoor hem ook lachen. Oké, hoofd ertussen. Ja, schouders er goed op. Hand aan de voorkant. Ja, daar zo. Langzaam met je benen naar mijn arm toe. Ga je langzaam naar beneden toe met je benen. Zo langzaam mogelijk. Heupen strekken. En nu boven. Uit je hielen. Dit naar beneden. Nice. Oh. Ik wou net even een shot van onder maken. Holy shit. Daar ging je bij. Oh, serieus? Zonder schot tegen de bril van je hoofd? Ik wou net even een shot van je hoofd zo maken. Ja, die inspanning wou ik even zien. Nou, mijn hoofd was net zo rood als dit blok, zeg maar. Oh mijn god. Dit is echt heel moeilijk. Marwen, die kan niet heel veel doen. Omdat ze nog steeds heel erg pijn heeft aan de enkel. Maar, we gaan even naar de trampolines. Ja. En dan ga jij je favoriete kunstje laten zien. Die ene hele tijd doen. Ja, die is echt sick. Die kan ik niet. Die ik heb ook nog iets anders op kan laten zien, hè, in de vlog. Ja? Ja, jij weet het al. Hier. Ik heb nieuwe nagels. Oh ja, dat is echt vet. Wil je dat bij de auto doen? Nee, dat kan wel. Oké. 3, 2, 1. Ze matchen bij je auto. Ja, dit is echt sick. Het is echt heel erg mooi. Nice. Zelfs de glitters. Ja, sick hè? Ja, dat is echt sick. Oké, daar gaat ze, dames en heren. Poink, poink. 2, 3. Oh! Ze gaan synchroon flippen. Zagen alle vier tegelijk, dus synchroon. Ik vind dat namelijk super sick. Je hebt ook wereldkampioenschappen trampoline synchroon springen. Wat die gasten doen, oh my god, daar kan je alleen maar van dromen. Dat is echt bizar. Dit zag er wel echt vet uit, hoor. Ja? Ja. Beetje professioneel? Ja. Sowieso. Oké, dan nu single backflip, double backflip, triple backflip en dan op je backflip. Nee? Oh. We kunnen hem wel langer maken. Dus gewoon backflip, backflip op de hals naar voren. Als wij gewoon even op jou letten. Ja, dus je ik kan jou gewoon zien in mijn ogen. Beter. En dan op. Zeg maar dat je hem zo doet. Heel goed. Wow, maar die heb ik zelf nog nooit gedaan. Nou, dat was de eerste. Nou, kom op. Okay. De ontvoering van Enzo. De ontvoering van Enzo. Oh, wow. Kop Enzo, ik kan het wel. Ja, dat weet je. Dat is super eng, hè? Ja, dat is eng. Ja, dat is denk ik. Weet je wat ik hoorde waarom het zo moeilijk is? Ja. Omdat je in je hoofd al 100 miljoen keer die backflip hebt gedaan. En dan moet je dat knoopje omhakken om niet meer uit te gaan op het moment dat je uitgaat. Die backflip zit al op slot. Dus die heb je al. En om dan na die backflip. Om dan na die backflip weer in te houden, dat is zo raar. Maar je kan toch een voorbeeld over jezelf. Ja, we kunnen wel iets anders. Ik weet denk ik wel een goeie. Als we gewoon nog dezelfde als net deden. Oh. En dan eigenlijk na die weer een backflip. Oh. Ja, dat zou het mooiste zijn. Dat lukt wel. Zo bedoel je. Ja. Dat is moeilijk hoor, vanuit front naar back. Nee. Ja, dat denk het wel. Dat is namelijk best wel moeilijk. Altijd even proberen. Oh. Ik moet eigenlijk nu even een frontflip doen. En dan nu een backflip. Maar je moet dus heel erg je schouders naar achter hangen. Ja, eigenlijk denk ik het idee dat ik er veel te goed ga. Oh, dat ziet er zo uit. Ziek. En dan kom ik.
Kop. Ik kan hem wel hoor. Oh. Oh. Oké, toch niet. Gast. 2, 1. Dat was echt een schreeuwend ding. Ik kwam hier uit, joh. Ik heb het verpest, maar ze willen nog een keer. Ja, maar het zag er echt leuk uit. Het ziet er echt leuk uit. En je hoort ook gewoon ineens dat geluid van 4 trampolines zo. Groed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 o
Oh! ik knuffelde bijna Lex. Gast, maar jullie nu wel 3 sprongen synchroon. Moet je maar eens terugkijken. Is ja, echt is vet. Ja, ja, het zit wel heel. Oh man. Dante die kan een trucje en dat vindt Daniel helemaal te geweldig, want het is net een vis op het droge. Moet je checken. Ja, ik spoel hem op 5. Ik stop niet. Oh mijn god. Deze gaat zoveel schijt, jongen. Ik krijg hoofdpijn van jou, zegt Daniel. Die, ja. En dan. Als die lukt, is het wel heel sick. Dan deze. Oh. Daniel en Lex die hebben samen ook iets bedacht. Ja. Nou, hopelijk zo synchroon mogelijk. Ik zei hopelijk zo synchroon mogelijk. 2, 3. Nee. Komt! Komt! Als sprong! Zetten! Wow! Nee! Bijna, Daniel, bijna. Gast, dit is niet goed hoor. Oh mijn god. Dit is echt niet goed hoor. Tadaa! Wow, yo, check jouw knieën, gast. Gast, dit is echt niet goed. Het is maar een schaafwond. En weer door. Oh my god. Ja, ik zeg al tegen hem, hij moet rust nemen, maar hij gaat echt als een gek door. Ik ben Jan. Engelbert, heb je zijn knieën al gezien? Wat heb je gedaan, jongen? Ja, is er nu net gebeurd? Ja, hij ging zo net even fout. Hij ging zo net fout op de trampoline. Het zit een beetje blauw. Beetje. Blauw met paars. Ik zou dit wel pimpelpaars. Dit is wel een mooie kleur voor een aasje. Het is wel een mooi kleurtje. Als ik nou gewoon dit stukje huid zo op een aasje zou plakken. Oh, dat is echt niet goed hoor. Ja, nee. Oké. Okay. Nou goed, Engelbert, jij doet iets en... Ah, ja, ja, ja. Oké. Sterkte. Engelbert die gaat wat doen. Daniel moet het nadoen. Komt ie. Je moet helemaal stil. Helemaal stil. Ja? Zo. En van hieruit ga je over, gaan we geloven. Dit is de opdracht. Vanuit stilstaand, hoppen. Oh. 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 Nou, ga je gang. Hè? Nou, kunnen wij mooi kijken. Ja. Nou, daar gaat de vis op het droge. Ik wist dat hij zoiets zou doen. Het was te voorspelbaar. Ja. Oh, kijk! Zo krijg je wel paarse knieën, ja. Ja, echt, hè? Nou, doe ik er nog een. Doe ik er nog een. Ja, die had hij wel redelijk snel, hoor. Nou, er zijn mensen die er langer op moeten oefenen. Hey, jongens. Dat klopt. Ben ik nooit dus normaal. Dus ga je zitten? Ga je staan? Nou, die is niet mee. Ja? Doe je er een half draadje bij. Dus dan krijg je deze. Ja, die hebben we net gedaan. Ja, die kan. Ja. Maar nou gaan we een hele draai. Oh, een hele draai? Dat is af niet. Oh! Ik weet niet eens of ik dat kan. Nou, kom maar. Nou, ben benieuwd, Daniel. Dus wat je net deed, maar dan... Een doe eerst weer even die vis op het droog. Die is zo leuk. Heb je even weer gevoel? Ja, okay. Ja, dat doet hij netjes. Pak je snel op, zeker. Dan moet je dus een draai doen. En dan moet je je voeten aan mijn kant laten en dan toch willen draaien. Je voeten hier laten. Ik zit even te denken hoe ik dat lichamelijk ga toepassen. Oké, okay, daar gaat hij. Oh, je moet niet meer. Nee.
gewoon. Moet je trouwens even kijken? Let op. Ja. Ik heb echt geen kleine handen. Je wil een kleine hand er tegenaan. Pas, moet je eens kijken met je handen. Freaky heb... groot zijn handen zijn. En weet je wat ze altijd zeggen van mensen met hele grote handen? Oh, dat ze ook grote voeten hebben. Hele grote voeten. Oei, oei, oei. Ja, ja, zo ja. Zo, je moet dus inderdaad een soort van uittrappen. Zo'n raar gevoel is dat. Heel raar. Wat? Ja, dat ja. Ja, ja, ja. Perfect. Kijk, ik probeer iets. Oh! Yes! Let's go! Woo! Ja, die is lekker hoor. Ja. Wat probeer je nu? Ik probeer nu deze. Hey! Zie je dat ze op je billen op je rug? Ja, dan zie je dat ze eerst omhoog gaat en dan pas draait? Ja, dan draait ze met je armen naar buiten en voor draait. Dus je heup draait. Ja. Nee, ik duw mijn voeten nu wel weer naar. Trampoline heeft een eind, hè? Dat had wel bijna in één keer. Had hem bijna. Het is super op. Voeten hier laten. Ja, ja, oh! Kijk, kijk, kijk! Volgende! Komt wel. Als jij hem nu in één keer doet, hè? Nee. Loop je maar naar huis. Maar ik moet eerst niet. Ik was met mijn auto. Zo. En dan doe het toch. Ja, eerst weer gaan staan en dan pas de... Ja, hier. Oh, hier. Dat is de halve zit al. Juist. Kijk. Je merkt wel dat als je een leraar erbij hebt, zoals Engelbert, dus een mentor, dat je dingen heel veel sneller leert. Kijk. Oh! Ja, ja, ja! Oh! Kom door die Lambo-nagels. Sowieso. Kom door die Lambo-nagels. Ja, ja! Oh! Om! Gewoon veel te makkelijk. Ze draait wel snel. Alleen je benen gestrekt houden is moeilijk. Wat heb jij op je knie? Pimpelpaars, pimpelpaars. Dit is speciaal nagellak voor knieën. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Gewoon keihard op je snuffert gaan. Hier? Ja. Ik ging zo. Nou, het lijkt er wel op. Verdomme! Hij was niet zo goed, is die van jou, hè? Nee? Nee, is hij van mij beter? Zij was beter. Oh, fijn. Nee hoor, let maar op. Oh! Oh! Dat was hem wel! Deze was beter. Dat was hem wel, ja. Die van jou was spectaculair. Kijk! Oh! Yay! Dat was hem! Dat was hem! Nu heb ik echt heel erg mijn best gedaan voor op mijn rug landen en dan draaien en dan weer op mijn rug. Maar Jana laat even zien hoe het echt moet. Die doet er namelijk twee. Het ziet er super sick uit. Oké. Okay. Het ziet er echt uit als een soort van schroef die in de muur gaat. Check. Echt sick. Echt heel erg sick. Maar nu, Myron, jij is samen met Jana de bal out. Myron! Ze gaan maar door! Maar het begin was wel super synchroon. Nog een keer, Myron is kapot. Ik ben duizelig. Ik denk een stuk of 11 of zo. F11, 12, zoiets. Oké, wat is het record? Ik weet niet, ik deed nu net 12 blijkbaar. Sick. Oké, okay, kom, we gaan 15 doen en dat is klaar. Hoeveel? 15. 15? Gaan we proberen. Is goed. Zij zat mooi in het midden. Ik niet. Voor mij is het moeilijker dan voor haar. Oké, ik vind het prima. Oké, daar gaat de challenge, dames en heren. 1, 2, 1, 2, 3.
Nee! Wat gebeurt er? Nee! Tweede poging voor de 15 herhalingen. Oké, daar gaat hij. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, zet hem op, dames. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kom op. 13, 14, 15. Oh, net niet, Marvin. Nu gaat Dante iets laten zien en dit wordt echt super sick. Ik denk dat hij er 22 kan, maar we gaan even kijken hoeveel het uiteindelijk wordt. Hoeveel denken jullie dat Dante gaat doen? Wat is de... Hij gaat buik naar buik naar buik naar buik naar buik. Minstens 10. Minstens. 34. 10? Ik zeg 22. 22? Ja. Daniel zegt 40. Ik zeg 34. 34? Dan zet ik hem naar beneden bij 18. 18, oké. Okay. Daar gaat hij. Wat is het hoogste? Hoogste is 40 van Daniel, toch? 28,5 zei Daniel. Jij zei 40? 33 en jij? 38. 38, oké. 38. 50. 39. 40. Kom op. 68, 69, 70, 100, kom op! Ah! Ah! Let's go! What? Oh mijn god! Ik ga dit navragen bij het Guinness Book of Records. Ja! We moeten hier een wereldrecord van maken. Ik weet niet wat wereldrecord is. Maar, daar gaan we naar. Hoeveel waren dit? 73 of zo? Waar was het 73? 73. Ja, echt een hele sikke trick tussendoor, echt. Oh my god. Dat was echt sick. Dat was echt super sick. Zo, dames en heren, ik ben weer thuis. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check je morgen om 4 uur bij een nieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.